Janneke, welkom. Dankjewel. Jij had daar een truienkop. Ja. Hoe ben je ooit bij ons terechtgekomen? Via mijn zusje eigenlijk. Mijn zusje heeft drie jaar geleden een jurk bij jullie gehaald. En toen heb ik bij jullie een hele mooie cocktailjurk gehaald. De prijsjurk behouden. Ik denk, als ik ooit, dan kom ik bij jou. Nou ja, zodoende. Ja, want je had ook al op de website gekeken, ja, voor je hier kwam. En toen wist je eigenlijk al wel, volgens mij, welke jurk het moest gaan worden. Ik wist al wel welke designer ik wilde, ja. Mm-hmm. Ja, Jesus Pairo. Eigenlijk alle jurken die ik op de site zag van hem. Ja. Het stond al wel vast dat het die zou worden. Ja. Ja, klopt. Het hebben best nog wel wat jurken gepast. Ja. En hoe ben je uiteindelijk op deze gekomen? Ja, dat was eigenlijk een beetje twijfel tussen twee jurken. De ander staat daar. Ja. Ja, dat was eigenlijk gewoon een kwestie van aantrekken en weer aantrekken en weer aantrekken. En toen dacht ik, ja, het leven moet worden. Ja. Dus ja, toen werd het. Ja, toen werd het. En we hebben er nog dingetjes aan veranderd, hè? Want er zit een ander lijfje onder. Ja. En hoe vind je hem nu? Nu die hem krijgt? Ja, hij is fantastisch. Hij is mooi. Hij is briljant. Hij is, ja, af. En hoe gaat je dag eruit zien? Vooral heel erg vrolijk en relaxed, hoop ik. Ik ga met mijn vader op de sloep naar de kerk. En daar staat een hele gezelschap te wachten. En dan gaan we met z'n allen eventjes rustig nog wat drinken. Het begint om 3 uur de dienst. En dan word ik weggegeven door mijn vader. En dan duurt het ongeveer 1 uurtje voor de hele ceremonie. Daar gaan we met z'n allen in de tuin van de kerk gezellig wat drinken. Even proosten, de taart aansnijden. Dan gaan wij met alle daggasten gaan wij weer op een boot. Dan varen we naar een mooie tuin waar we met z'n allen lekker buiten gaan eten. Er wordt op dat moment gekookt, gebarbecued moet ik eigenlijk zeggen. Het wordt een Braziliaanse barbecue met spiezen en live cooking. Dus we zitten lekker aan allemaal tafels buiten en hopelijk mooi weer. En dan wordt er vooral voor onze neus een hele live cooking gedaan eigenlijk. Leuk. Dus gaan we lekker eten en stappen weer op de boot. En dan varen we weer terug met de daggasten. Gaan we heel eventjes opfrissen en dan gaan we feesten. We hebben een groot feest. Ja. Ook een heel deel buiten, dus buiten het strand met banken en binnen een DJ en hapjes en, en drankjes natuurlijk. Grote ijzen, of grote van die grote schalen met daarin heel veel ijs en daarin coronabiertjes. Oh, met citroentjes leuk. Erin. Echt een sfeer. Ja, leuk. Dus het wordt een mooi feest en om 12 uur gaan wij weg en dan komt er een patatkraam en dan krijgen alle gasten nog lekker op het takje. En dan mogen ze weer terug in. Dus zo ziet de dag eruit. En jullie gaan de dag erna ook wat doen nog met z'n allen? Ja, we gaan de dag ervoor en de dag daarna nog wat doen. We gaan de dag ervoor komen we om 1 uurtje of 2 smiddags denk ik aan. We hebben in de haven hebben wij een huisje en hebben nog 3 andere huisjes gehuurd voor familie. En dan gaan we met z'n allen donderdagmiddag al lekker varen, daarna lekker eten. En dan varen we weer terug naar de haven, slapen. En dan zaterdag eigenlijk hetzelfde met z'n allen ontbijten nog, laat ontbijt. En daarna hebben we weer een sloep gehuurd en gaan we dan met z'n allen nog lekker een dagje even nagenieten en relaxen. Leuk. Ja, het moet echt een beetje een lange, ontspannen vakantie worden. Ja, een 3 dagen feest. Ja, 3 dagen feest. Leuk. Ja, dus zin in? Ja, heel veel. Ja. Leuk. Ja. Dank je. Graag gedaan.